Zo, het is zover. Him for the Weekend. Him for the Weekend, inderdaad. Het nieuwe, nou ja, nieuw is het niet eigenlijk, hè? Voor de radio wel. Voor de radio is het inderdaad niet. Nee. Voor de televisie hebben we het onder al vaker gezien in de vorm van clips en ook presentaties. En nu op de radio met allemaal verschillende leuke dingetjes die je vanavond gaat doen. Dus we gaan bellen met de drummer van een bandje uit de regio, Sonic Whip. En wat we ook gaan doen, iedere week gaan we een gast meenemen naar de radiostudio. En deze week is dat Imke. Hallo. Hallo, gezellig. Jij bent ook niet geheel onbekend eigenlijk, hè, voor hier. Nee, dat klopt. Twee weken is terug bij ook in mijn show toen geweest. Ja, je gaat meedoen als sidekick. Je gaat de hele uitzending lekker meedoen. Rick, we hebben iets bedacht voor Imke, hè? Ze moest dat dingen meenemen. Klopt. Het werd gevraagd of je 3 platen wil meenemen. En dan gaan we aan elke gast elke week vragen of je 3 platen meeneemt aan de hand waarvan je jezelf wilt voorstellen. Ja, dus iets waar je eigenlijk wat kenmerkend is voor jou. Hoeft niet per se echt over jou te gaan, maar iets wat je heel tof vindt of zo. Dus ik ben heel benieuwd. Wat heb je meegenomen? Ja, nou, ik vond het ook wel echt heel moeilijk, want iets wat echt kenmerkend is voor mij, ja, dat vond ik lastig om mee te nemen. Maar ik dacht, ik neem even leuke herinneringen mee. Ja. De eerste, Oh Pretty Woman, van Roy Orbison. Dat is eigenlijk, nou, ik vind die film heel erg leuk. Ja. En ik ben dus laatst ben ik naar New York geweest en ik dacht dus gewoon dat die film in New York was opgenomen. En die vriendin van mij dacht dat ook. Dus wij hebben echt heel heet het in New York, hebben dat samen zo gezongen. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Nee, volgens mij Los Angeles of zo. Dat is echt heel dom. Oké, dus, hebben die mensen toen ook aan jullie aangekeken van, hè, maar you fucking tourists of... Zo dom. Oké, herinnering aan zo'n plaat, toch? Ja, ja, maar dus wel heel het gedacht dat hij in New York is opgenomen. Dus heel veel gezongen en heel het opgezet. En toen gingen we terug met het vliegtuig en toen dachten we, oh, we gaan die film even kijken. En toen dachten we, dit is helemaal niet New York. Oh, wat sneu eigenlijk. Ja, dit. Ja, een beetje ongemakkelijk. Leuk. Plaat 2, wat is het andere? Plaat 2 is Afrika van Toto. En het is eigenlijk, ik heb een half jaar in Zuid-Afrika gewoond. En echt? Dat weet ik helemaal niet. Ja, dat is weet echt ik ook zo. Niet. Oh, ja. Confession. Ja, nee, wel een tijdje nu, maar dat is het niet. Nee. Ja, ik heb een half jaar in Zuid-Afrika gewoond. En ik dacht al je accent te horen. Oh ja, ja. Dat is Afrikaans. Ja, oké. Maar draaien ze die daar dan ook heel veel, die plaat? Of, nee, dat deden wij zelf. Oh, deden met de zelf. Mensen die we waren, vonden, was dat gewoon een hele leuke toepasselijke plaat. Dus dat is mijn half jaar Zuid-Afrika, is gewoon die plaat, zeg maar. Okay. Dus ook weer leuke herinneringen aan. Ja. En de laatste, en die heb ik ook nog de vorige keer toen ik bij jou was, heb ik die eigenlijk ook gezegd. Lovely Day. Want daar begin ik eigenlijk bijna iedere dag mee in de douche, zet ik dan aan. En dan, dan begint de dag goed. Weet je wat ik wel opmerkelijk vind? Nou? Is dat, je hebt 3 platen uitgekozen, er zit helemaal niks Nederlands tussen. Nee, dat ja, kende ik, ja, klopt wel. Is ook wel raar inderdaad, ja. Normaal was het altijd manen. Imke is puur Hollands, maar... Ja, klopt wel. Ik vind Nederlands heetjes altijd wel heel erg leuk. Maar als ik dan echt, echt goede platen, dan is het mee. Oh ja, Nederlandstalige muziek is niet goed. Nee, goed. Lijkt wel een mooie afsluiting. Oké. Hey, maar jouw plaatje die je helemaal wil laten horen is dus Bill Withers, Lovely Day, hè? Ja, dat klopt. Oké, dus het is een beetje dit gevoel weer als je opstaat, dit. Ja, heerlijk. Oké, lekker. We gaan hem draaien, Imke. Dankjewel. So drink from me, drink from me. Let me show across the